Live van de Accenture Innovation Awards. Welkom, wie ben je en wat doe je? Ik ben Rob van Leen en ik ben de Chief Innovation Officer van DSM. En wat doet een Chief Innovation Officer? Wow, heel veel. Ik heb eigenlijk twee rollen in DSM. Aan de ene kant ben ik er om de snelheid van innovatie in het hele bedrijf te vergroten. En heb ik allerlei mensen voor, allerlei manieren voor om dat te proberen. En dat is overigens al heel aardig gelukt. En aan de andere kant ben ik ervoor om nieuwe businesses voor DSM te bouwen. Waar we vandaag nog niet in zitten, maar die wel de toekomst voor DSM zullen zijn. Zodat businesses die commoditiseren en waar we op een gegeven moment afscheid van moeten nemen, vervangen worden door hele nieuwe dingen die weer decennia lang hopelijk de toekomst hebben. Ja, en als we even bij het begin beginnen. Wat is innovatie voor jou? Innovatie is voor mij het op de markt brengen van winstgevende producten of diensten. Winstgevend is innovatie? Ja, kijk, het is mooi om nieuwe dingen te maken, maar we moeten er natuurlijk ook wel geld mee verdienen. Ja, dus ik maak ook altijd een sterk onderscheid tussen R&D en innovatie. R&D is geld uitgeven om nieuwe kennis en kunde te vergaren. En innovatie is met die nieuwe kennis en kunde weer geld verdienen. En zo krijg je, als het goed is, een mooie cirkel die steeds dingen vernieuwt. Ja, en waarom is innovatie belangrijk? Nou ja, wat ik al aangaf, in ons geval om het bedrijf te transformeren en dat te blijven doen. Dus continu te blijven vernieuwen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk voor groei. En het is belang voor winstgevendheid, want het is ook zo dat wij er sterk op focussen dat onze nieuwe producten en diensten een hogere marge hebben dan de bestaande business. Zodat je ook werkt aan de winstgevendheid van je bedrijf. En hoe organiseer je in een bedrijf innovatie? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe groot je bent, maar DSM is een middelgroot bedrijf. We hebben ongeveer 24.000 medewerkers. We hebben ongeveer 2500 medewerkers in R&D, dus dat is bijna een tiende van onze populatie. Maar na R&D komt er nog heel veel en we proberen dat eigenlijk steeds meer themagericht te organiseren. Zodat we zeker voor die hele nieuwe dingen proberen om een platform te bouwen. En al die disciplines die daartoe bijdragen integraal aan te sturen. Dus ja, wij werken met uiteraard multidisciplinaire teams, maar ook met portfolio management en owners van dat soort portfolio's die eigenlijk verantwoordelijkheid dragen om zo'n hele business op te zetten. We lijken in een wereld te leven waarin ontwikkelingen alleen maar sneller en sneller gaan. Ja. Wat betekent dat voor een bedrijf, voor jullie? Nou, ik kan er veel dingen over zeggen. Het hangt een beetje vanaf of het over de inhoud of over de toepassing gaat. Als je kijkt naar bijvoorbeeld consumentenproducten, we kennen een steeds kortere levenscyclus. En wij zitten één stap eerder. Wij leveren zeg maar ingrediënten of materialen voor consumentenproducten. Die verzorgen vaak de functionaliteit van die producten. En die functionaliteit, die is vaak bij ons van afkomstig en duurt veel langer om te ontwikkelen en kent ook langere levenscycli. Dus daar waar je tegenwoordig elk jaar een nieuwe telefoon moet hebben of zo, hè, en allerlei andere dingen die supersnel gaan, een hele korte levenscycli krijgen. De technologie die in een telefoon zit, ja, die verandert met veel langdurigere cycli. In ons geval de materialen die erin gaan, duurt veel langer om die uit te vinden, te ontwikkelen en toe te passen. Maar daarna kun je ze wel in meerdere generaties toepassen. Ja. Dus ook bij ons zie je het versnellen. Maar het heeft gelukkig, gaan we zeggen, nog een langere levenscyclus dan 1 of 2 jaar. Maar het betekent wel dat je heel goed moet inspelen op het feit dat die producten waar je aan levert ook wel eens heel snel weer over kunnen zijn. Dus je moet ook zorgen dat de technologieplatforms die je ontwikkelt op meerdere plekken toepasbaar zijn. Ja. Als je in deze tijd, in die tijd van innovatie, van versnelling, et cetera, wat betekent dat voor je personeel, voor je bezetting? Hebben jullie nu ander personeel of ander type personeelsleden nodig dan zeg maar 20 jaar geleden? Ja, zeker. Hangt er overigens wel vanaf welk deel van de business je het over hebt. Als je het over hele radicale innovatie hebt waarin je echt een nieuwe gebieden wil, dan is dat natuurlijk risicovoller. Daar halen wij vaak ook mensen binnen die uit zo'n sector komen. Maar het kan dan vaak zijn dat zo'n idee wat we hebben toch niet werkt. Dan gaan we aan een nieuw idee werken, maar misschien in een heel andere sector. En dan heb je eigenlijk die mensen niet nodig. Dus de mensen die kiezen voor die dingen, die weten dat ze in een meer risicovolle omgeving werken. Het spannende ervan is natuurlijk dat we vaak aan dingen werken die nog helemaal niet bestaan. En als het een succes wordt,
Dat je dan aan de vooravond staat van iets totaal nieuws creëren. Bijvoorbeeld in onze biobased economy dingen sta je aan de vooravond van een compleet nieuwe industrie. En hoor je bij de pioniers daarin. En dat kan de wereld veranderen, zou ik maar zeggen. En dat meen ik letterlijk. Dus dat, als je daar onderdeel van uit kan maken, vinden mensen heel gaaf. Ja, en dat het dan een meer risico heeft, nou, daar kunnen ze dan meer mee uit de voeten. Het is overigens wel zo dat we overgestapt zijn van werken aan projecten naar meer werken aan platforms. Omdat wij denken dat er bepaalde behoeften in de maatschappij zijn. Klimaatverandering, voedingsproblemen enzovoort. En dat we veel minder aan projecten werken, maar aan het creëren van echte platforms. En dan kan het zo zijn als een bepaald project mislukt. Dan is er nog geen man overboord, want dan gaan we een nieuw project werken op hetzelfde platform. En dat maakt het voor mensen dan weer iets minder gevoelig, zal ik maar zeggen. En wat bedoel je daar precies mee? Wat is in dit geval een platform? Ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel, want dat klinkt misschien een beetje vaag. Kijk, bijvoorbeeld, wij hebben gezien dat mensen worden allemaal steeds ouder. En daar is je lichaam eigenlijk helemaal niet op berekend. Dat moet een jaren 40, 50 maximaal oud worden en daarna begint alles heel krakkemikkig te worden. Dus je hebt nieuwe knieën, nieuwe heupen, tussenwervelschijven, pacemakers, noem het allemaal maar nodig. En dat zijn allemaal materialen die in je lichaam komen. En DSM heeft heel veel verstand van sophisticated materialen. We hebben sowieso veel verstand van het menselijk lichaam. We hebben ook verstand van farmaceutica. En de combinatie daarvan, daar zien wij een groeiende markt in. Een markt om onderdelen van je lichaam in eerste instantie te vervangen. Dat is eigenlijk een traditionele markt, zou ik maar zeggen, van plastic en metalen. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar bijvoorbeeld, nu neem je nog geneesmiddelen, slik je pilletjes of krijg je een injectie, dan last je hele lichaam. En waar wij naar onderweg zijn, is heel sophisticated polymeren maken waarin je geneesmiddelen verpakt. En ik geef altijd het voorbeeld van injecties in je oog. Hè. Dat vindt niemand fijn natuurlijk. En als je elke 3-4 weken een injectie in je oog wil of moet, dan gaan mensen dat overslaan. Die vinden dat zo akelig. En daardoor is de compliance laag. En daardoor genezen mensen niet meer. Dan krijgen ze bijvoorbeeld, worden ze permanent blind. We hebben nu iets ontwikkeld. Injecteer je in je oog. En het geeft ongeveer een jaar lang heel rustig dat spulletje af. Daarna is die verpakking netjes afgebroken en is er niks over. En dan kun je het weer opnieuw doen. Dat is natuurlijk al een stuk minder belastend. En dat gaan we natuurlijk proberen om dat steeds langer te maken. Nou, dat is een voorbeeld. En waar we ook naartoe gaan is naar onderdelen die je wil vervangen. Weet ik veel, een knieschijf of een meniscus. Of een stuk van je huid, of weet ik veel. Maken we een tijdelijk bouwwerkje. Daar laten we je cellen ingroeien. Je eigen cellen. Die herstellen dat orgaan weer, dat bot, die huid. En daarna breekt het bouwwerkje langzaam af. En dan ben je weer eigenlijk as good as new. Mm-hmm. Dat heet regeneratieve geneeskunde. En dat is de toekomst van moleculaire of de moderne medicijnen. En dat is wat wij een paar jaar geleden hebben gezegd, dat wordt de toekomst. En we zijn nu 8 jaar aan het bouwen aan zo'n platform. We zijn met 5 mensen begonnen, we hebben er nu 600. Het is een heel snel groeiende business die heel veel winst maakt. En dat is dan zo'n platform wat ik bedoel. En wij zaten helemaal niet in die biomedische materialen. Dus de eerste mensen die we aantrokken, daar was het heel spannend voor. Nu hebben we er zoveel. En we hebben natuurlijk heel veel mislukte projecten gehad. Maar die mensen hebben gewoon steeds op nieuwe dingen ingezet. Ja, je zei in het begin al, een van de dingen die we doen is kijken inderdaad naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe marktplekken die nieuwe business kunnen opleveren waar we nu niet in zitten. Hoe doe je dat en hoe doe je dat verstandig? Nou ja, wat we proberen, wat ik al zei, is kijken naar de grote thema's in de wereld. Dus ik heb net veroudering genoemd, waar we dan een thema hebben. We hebben bijvoorbeeld naar klimaatverandering gekeken. Dat is ontegenzeggelijk ook aan de hand. En onze vraag is dan, wat zouden wij kunnen doen om te proberen om de klimaatverandering eerst tot stand te brengen en daarna terug te dringen? En we hebben daar een enorme brainstorm op losgelaten en vervolgens gekeken. Er kwam van alles uit. Koeien die minder methaan uitboeren, lichtere containers. En bijvoorbeeld brandstof maken uit afval in plaats van uit fossiele brandstoffen. Want daar wordt het alsmaar warmer van. Dus daar moet je eigenlijk nu mee stoppen. Mm-hmm. Nou, en alle drie die dingen werken we overigens. Maar om nu bijvoorbeeld dat brandstofverhaal iets verder uit te werken. We hebben 2 maanden geleden in de Verenigde Staten een fabriek geopend die op basis van maïsafval nu ethanol maakt. En die ethanol gaat in de tank van de auto.
En hoef je dus geen fossiele brandstof meer voor te gebruiken. Dus in plaats van dat je alsmaar CO2 toevoegt, haal je nu CO2 uit de lucht. Je maakt er een plant van, je stopt het in de tank en dan gaat de CO2 weer terug. Maak je weer een plant van enzovoort. Hè? De circulaire economie. Ja. Nou, dat is een heel mooi om aan zoiets te werken. Het heeft ook een groot maatschappelijk effect. Want de boeren die daar in de omgeving van die fabriek wonen, die leveren nu die afval aan ons. Daar krijgen ze geld voor. Rond één zo'n fabriek 20, 25 miljoen dollar. Er komen natuurlijk ook banen uit. Die banen liggen op een hoger niveau dan tot nu toe in een relatief arme boerenomgeving. Dus je helpt ook daarmee de economie omhoog en het sociale klimaat van zo'n dunbevolkte regio. Ja, dat zijn hele gave projecten om aan te werken. En dat is een goed voorbeeld van een totaal nieuwe industrie die gaat ontstaan. Als we dit straks goed op orde hebben en het werkt goed, dan verwacht ik dat er zo'n 300 fabrieken alleen al in de Verenigde Staten gebouwd gaan worden. Ja, dat geeft werkgelegenheid, dat geeft economische groei en het helpt het klimaat. En dat zijn de dingen die ons inspireren om aan die grote thema's in de wereld te werken. Ja, is er bij jullie, zeg maar, dat naast gewoon het business aspect, het idealistische, het hogere doel, is dat van een late periode of is dat iets wat altijd in jullie bedrijf heeft gezeten? Ja, kijk, we hebben altijd het triple P model gehanteerd. Dat doen we denk ik al 10, 12 jaar. Dus people, planet, profit. En hoewel dat misschien deels uit idealisme geboren is, is dat nu zo zeg maar, in de genen van het bedrijf terechtgekomen. In mijn innovation center zeg ik altijd, daar ben ik ook heel trots op, wij werken aan niets wat niet of goed voor mensen is of goed voor de planeet. En in de rest van de business zit natuurlijk nog heel veel traditionele business, maar die zijn we systematisch aan het vervangen door wat wij noemen EcoPlus producten of PeoplePlus. En dat zijn dus producten die beter zijn voor het milieu dan wat er vandaag op de markt is. Of die mensen helpen op de een of andere manier. Ja, en als je dan de combinatie soms nog kan vinden, is het natuurlijk helemaal ideaal. Nou, we zijn nu in onze innovatiepijplijn tussen de 85% en 90% van EcoPlus en PeoplePlus. Dat gaat voor het hele bedrijf. In het Innovation Center is het 100%. En in onze bestaande business zijn we de afgelopen jaren van 40% nu naar 55% EcoPlus gegroeid. En we hopen dus in de komende jaren dat helemaal te vervangen en misschien wel naar 90% te gaan of zo. Ja. Je zei eerder dat 10% van het personeel bij de R&D club zeg maar, werkt. Dus zeg maar productinnovatie, dat soort zaken zit bij jullie kennelijk altijd al in. Productinnovatie, applicaties, maar ook procesinnovatie natuurlijk. Ja, zit heel erg in het bedrijf. Ja. Er zijn mensen die zeggen altijd die echte innovaties komen van kleine jonge bedrijven. Ja. Maar jullie zijn waarschijnlijk een bewijs dat het niet zo hoeft te zijn. Ja, niet alleen zou ik zeggen. Hè. Dus soms heb je gewoon massa nodig. Gewoon heel veel heel goede mensen die heel hard werken en die met elkaar dingen uitvinden. Dus ja, we hebben zeker ook doorbraak innovaties die we bij onszelf bewerkstelligen. Maar wij kijken ook heel goed rond in de rest van de wereld. We kijken naar tussen de 500 en 600 kleine bedrijfjes per jaar via onze venturing groep. En we doen investeringen in 1% ervan. Maar het is wel een fantastisch scoutingmechanisme naar nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe businessjes die passen bij onze thema's. Dus bijvoorbeeld, ik gaf net een voorbeeld van biomedical of biobased. We kijken naar heel veel start-ups in dat veld. En degene waarvan wij denken dat die goed bij ons passen, daar investeren we in. Die helpen we om groot te worden en soms helpen we ze op andere manieren, managerial, niet alleen met geld. Vaak hebben we er ook een overeenkomst mee dat we in R&D samenwerken of een productiesamenwerking. Of we brengen hun product naar de markt omdat wij een wereldwijd netwerk hebben en zij maar een Mickey Mouse ondernemingtje zijn natuurlijk. Waardoor zij ook weer sneller groeien. En daar krijgen zij dan weer een licentie-fee voor. Dus dat is onze manier om ook met een innovatie, zeg maar, ecosysteem in de buitenwereld te werken. Ja. En hoe organiseer je dat dan? Worden dat ook weer een soort van community, zeg maar, van mensen die elkaar, brengen die ook weer bij elkaar? Leren ze ook weer van elkaar? Zeker. Ja, zeker. Ja, en het is een goed voorbeeld is, kijk, wij doen bijvoorbeeld ook geen ideeëngeneratie meer at random. Wij willen bijvoorbeeld nieuwe ideeën in onze voedingstak op het gebied van, we noemen wat obesity. Dan maken we eerst eigenlijk zelf een overzicht van allemaal bedrijfjes die daarmee bezig zijn. En dan nodigen we er bijvoorbeeld 30 uit om een soort pitch te doen. Ik doe iets op dat gebied, ik denk dat ik iets leuks heb gevonden en dan nodigen we ze uit. En daarna is er een soort finale en degene, de beste 3 of 5, dat hangt er een beetje vanaf,
die zeggen, nou, in jullie gaan we investeren en met jullie gaan we samenwerken en jullie gaan we groot maken en samen gaan we dit verder brengen. En dat is een manier om heel gericht zowel die bedrijfjes als ons vooruit te helpen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je gebruikt zowel de kracht van de kleintjes, zeg maar, als de kracht van de grote. Ja. Nou, daarnaast doen we natuurlijk nog dingen als inlicenseren. Dat universiteiten of andere bedrijven ontwikkelen ook technologie waar zij vaak niks mee doen. Of die zij in een veld toepassen waar wij niet in zitten. Dus dan hebben ze er geen last van. Maar wel gemak, want wij zorgen eigenlijk dat we voor een deel die ontwikkelingskosten voor hen weer terugverdienen door daar een licentie op te nemen. Dus ook naast dat venturing, wat ik net zei, die investeringen, is ook licenseren voor ons een heel belangrijk tool om technologie naar binnen te halen of juist naar buiten te brengen. Want ook wij vinden dingen uit waar wij weer niet zo heel veel mee doen. Nou, die kunnen we dan weer aan anderen uitlicenseren. En daarnaast is sowieso licensering belangrijker geworden in de nieuwe businessmodellen. Omdat we veel vaker dan vroeger producten verkopen met een hoge inhoud, hoge technologische inhoud. En waar wij vroeger dus zeg maar een fysiek product verkochten wat net iets meer kost dan om het te maken, verkopen nu vaak een product met een licentie erbij, zodat we ook betaald worden voor de kennisinhoud van de producten. Ja. Dus de businessmodellen veranderen ook heel erg. Ja, en het voordeel om dan weer bij dat biomedical terug te komen, die kleine dingetjes in je ogen en die pacemaker draden en noem dat allemaal maar op. Ja, daar word je niet rijk van de kilo's producten die je verkoopt natuurlijk. Maar als je voor elke pacemaker lead of katheter of wat dan ook een dollar krijgt, dan gaan er heel veel doorheen in een jaar. Hè? Dus dan verdien je op die manier je geld. En als je bijvoorbeeld, vroeger zat er heel veel geld in het geneesmiddel dat in je oog gaat, maar nu ook in de toedieningsvorm, dan krijgen we daarvoor betaald. Ja, prachtig. Mooi verhaal. Ik zei het eerder in het voorgesprek al, ik word hier door deze gesprekken te voeren elke dag een klein beetje, wijzer wil ik niet zeggen, maar ik weet in ieder geval net weer wat meer. Ja. En ik weet weer veel meer van jullie wat me zeer boeit, dus zeer bedankt hiervoor. Oké, graag gedaan.